Jongens, fijn kerstfeest. Het is the night before Christmas, the day before Christmas. Welkom bij de Tom en Peters Hot Coffee Show. Hot, hoe heet dat ook alweer? Hot Coco. Nee, je hebt dat eggnog. Hot eggnog show. Hot eggnog show. Lekker. Advocaatje, man. Lekker, kerstsfeer, man. Zit er goed in. Heerlijk. En hebben jullie ook zo zin in kerst? Ik heb geen idee wat ik moet verwachten. Ik heb er ook helemaal geen niks mee dit jaar. Nee, geen kerst? Nee. Dat is meer een Sinterklaasjaar. Ook niet echt. Geen cadeaus voor Peter dit jaar. Oh, jawel. Die kom ik altijd wel even halen bij mams. Maar verder is het zo van, oh ja, leuk, bedankt, doei. Nee, maar ik wens iedereen natuurlijk wel met liefde het beste. Alleen ik ben gewoon aan het werk. Oké. Maar dat maakt verder niet uit. Working Man. Maar we hebben een nieuwe show en een nieuwe stelling. We wilden een stelling uitkiezen van... Vorige week en toen van 2 weken geleden. En toen dachten we, nee, en toen van 3 weken geleden. Dus we hebben echt een stelling van, volgens mij, 2 maanden geleden. 1992. Ja, bij de eerste aflevering. Er zitten te weinig tulpenbollen in games. De stelling deze week is... van Mattioza van Gamersnet. Bedankt, je bent altijd fantastisch met het aanleveren van leuke onderwerpen. Dat is goed. We rushen te veel door onze games. Dat is het. Dat is de hele stelling. We rushen te veel door onze games. Het gaat te snel, het gaat te hard. We haasten ons gewoon door het plezier. Ja. Eigenlijk. Ja, dat is waar. Voor jou is het wel echt 100% waar, toch? Ja. Want het is denk ik een heel persoonlijk ding. Het is niet echt de stelling van, we doen het met z'n allen. Dat nou, is dat denk ik wel dat Mattioza wijst. Dat gewoon de gamer aan zich. Ja, gewoon te veel. Nou, ik kan alleen voor mezelf spreken. En ik ben inderdaad een gulzige consument van videospellen. En van hamburgers. En nee, echt heel erg. Als ik een game krijg, ik ben zo hyped. En dan moet ik er gelijk doorheen. Maar ik weet ook niet zo goed hoe het anders moet. Rustig aandoen. Gewoon chillen. Genieten van een game. Tijd nemen om echt een game te kunnen ervaren. Ik doe dat wel. Ik rush niet door games. Ik kies specifiek een bepaald aantal titels uit waar ik dan, misschien, ja, zeg het gerust, een beetje hyped voor ben. Ja. Die pak ik op en daar ga ik echt voor zitten. Raad eens hoeveel uur ik in Fallout 4 heb. U heeft nu de tijd om te raden en aan het eind van de video verklappen we hoeveel uur ik in de game zeggen, heb. Ik ga het echt zeggen. Inmiddels. Het is echt beschamend. Maar dat is inmiddels ook wel een soort van, denk ik, verwijsbriefje naar het ziekenhuis waardig. Ja, nee, een verwijsbriefje naar Bethesda. Net zoals die Rus, die zijn leven verloren in Fallout en nu Bethesda aanklaagt. Ik heb ook recht op geld als dat doorgaat. Maar je hebt een probleem, want je ziet geen probleem, je ziet iets niet. Ik speel heel veel videogames. Ja, nee, tuurlijk. Het is natuurlijk wel onze baan en jij doet het volgens mij meer. Dat je echt denkt van, ik moet die games allemaal gespeeld hebben, dus dan rush je er ook doorheen. Ja. Maar het is specifiek, ik denk dat het heel erg op de man aankomt, of de vrouw. Die gamen natuurlijk ook. En daarnaast heb ik heel weinig tijd, dus ik werk veel, wat ik heel graag doe. Maar als ik dan 2 dagen vrij ben in het weekend, dan wil ik het opzuigen als een spons. Dus ik kan ook, er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen, maar ik kan bijvoorbeeld 8 uur achter elkaar gamen. Echt makkelijk. Dat vind ik echt niet moeilijk. Amateur. Oké. Maar er zijn heel veel mensen die dat dus al niet kunnen. En die zal iets hebben van, dan ben je echt... Nee, maar dan neem je sowieso de tijd voor een game. Tenzij je echt 8 uur speelt en dan de volgende dag door naar de volgende, die weer 8 uur door, weet je wel. Goed, er staat nu al een catalogus, een backlog vol. Bij Rise of the Tomb Raider moet ik voor Crying Out Loud nog spelen. Dat is inderdaad, Assassin's Creed Syndicate heb ik nog niet uitgespeeld. Ik moet misschien de tijd nemen voor Halo. Gears of War Ultimate Edition toch nog een keer doorspelen. Ja. Dat zijn wel van die dingen, ja. Maar ik ben het niet eens met de stelling. Ik rush niet te veel door games. Ik neem wel echt de tijd. En bijvoorbeeld ook, dit jaar hadden we natuurlijk ook Life is Strange. Jongens, sorry, ik blijf hem in je gezicht duwen. Maar Life is Strange is ook echt zo'n spel waar je niet doorheen kunt rushen. Juist dat nodigt je uit om af en toe stil te staan bij dingen. Dat vind ik dan mooi. En dat mag misschien ook wel weer vaker in games terugkomen. Rust. Rust nou, in de chaos. Ik heb een goed voorbeeld. Dat is Dragon Age Inquisition. Op een gegeven moment krijg je Skyfall. Dat is dat kasteel wat je helemaal kan aanpassen naar je eigen smaak. Daar kun je heel veel tijd in besteden. Maar ik heb dan zoiets van, ik moet door. En daardoor had ik heel weinig binding met dat kasteel. Best wel jammer, man. Nee, wat ik best wel jammer vond, ben ik op een gegeven moment ook gestopt met na 40 uur. Ja, dat is 50 volgens mij. 50 uur, dan ben je op de helft van Dragon Age. Ja. En dan... Oh, gek dat je daar afgehaakt bent. Bizar, hè? Maar nu ga ik ook niet verder voordat ik hem opnieuw begin. Wat ik al heel lang wil. Ik wil al heel lang opnieuw beginnen met Dragon Age. Jongens, gun hem een keer wat tijd. Dan kan hij gewoon weer een Inquisitor worden. Ja. Nou ja, goed. Afgelopen week waren we natuurlijk met de Tuk-Tuk op pad. We hebben jullie al bijzonder verwaarloosd natuurlijk. Geen Gamers at Radio, sorry. Geen stream van mij. Sorry. Alleen omdat dat Gamers het even de kerstkas moest pakken. Ja, wij willen ook gewoon cadeautjes hier. Ja, wij willen ook gewoon cadeautjes kunnen kopen. Bedankt jongens, echt bedankt. Ja. Super, echt. Kei relax.
Dit doen we van jullie geld, hè? Vieze commerciële flikkers die we zijn. Die hebben we niet gekocht, hè? Nee, I know. Maar... we geven ook dingen weg, hè? We geven genoeg weg. We zijn wel de kerstman onder de games websites misschien. Ja. Neem onze giveaways. Neem onze shit. Maar om terug te komen op de stelling, ik denk dat inderdaad misschien te veel gamers wel door te veel games rushen. Maar het is heel persoonlijk. Er zullen ook vast genoeg mensen zijn die nou kijken en denken, nee, ik neem veel te veel tijd voor games. En dat kan natuurlijk ook. Ja. En goed bezig. Maar we willen graag weten hoe jij dat ervaart. Ben jij iemand die heel erg consumeert? Heel ja, snel. Pardon naar de volgende! Ja. Of ben je iemand die gewoon een jaar Black Ops 3 kan spelen en dan 15 keer prestige is? Nee, dat kan niet. En dat alleen maar dat speelt. Dat, ja, want dan ben je ook vaak de goede gamer. Ja. Ik kan niet zo goed gamen. Nee. Maar ik kan me wel beter scheren dan Tom. Ja. Gelukkig upload Akeo dit altijd in 27p. Dat je net mijn stoppeltjes niet ziet. Nee, maar het is echt anders. Het is nee, lastig aan het worden. Je hebt hier wel een snor en hier niet. Ik heb een litteken hier gehad ooit, nee. Daardoor kan ik niet... Deze kant is geschoren, heel deze kant helemaal niet. Ik heb het idee dat mijn vriendin midden in de nacht gewoon haren eruit is gaan lopen trekken. Jessica's vet is. Maar jongens, laat het weten hoe je game speelt, neem je de tijd ervoor. Ben je urenlang Minecraft aan het spelen of Fallout of Dragon Age, ja. Whatever. Of is het gewoon hap, snap en door, want er zijn ook heel veel goede games. Laat het weten en we hebben een challenge voor je voor volgende week. Wij willen een stelling die te maken heeft met nieuwjaar. Want volgende week is Oudjaarsdag. Dus bedenk iets met 2015, 2016, ja. Nieuwe games, nieuw jaar. Denk aan iets leuks. Dan gaan wij daar volgende week volop over discussiëren. Awesome. Sweet. En fijne feestdag. Oh, en 130 uur.